Knibbelknabbelknuisje. We staan hier voor Wil Vonk ter Huisje. Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Groep De Mos TV. Vandaag een interview met verenigingvoorzitter Wil Vonk. Even wat gebonk en open gaat de deur van Wil Vonk. Wil Vonk, heel fijn dat je ons hier wilde ontvangen. Jij bent voorzitter van vereniging Groep De Mos. Waarom ben je voorzitter geworden? Oh, ik ben voorzitter geworden in de eerste plaats omdat ik het buitengewoon waardeer dat er nu een onafhankelijke Haagse partij komt. Die alleen voor de stad zijn werk doet. Niet gebonden aan landelijke politiek. We worden niet beïnvloed door wat dan ook. Maar we gaan echt voor Den Haag. Naast voorzitter van de vereniging ben je ook voorzitter van de werkgroep Loosduinen. Wat houdt dat precies in? De werkgroep Loosduinen die gaat uiteraard in overleg met mensen, inwoners van Loosduinen. En dan zou je zeggen, ja waarom? Als je in Loosduinen woont, dan ben je ervaringsdeskundige. Jij weet alles van dit dorp. En dat gaan wij graag gebruiken om te beïnvloeden of in je verkiezingsprogramma. Maar ook nu al kan Richard de Mos aandacht vragen voor de belangen van dit dorp. En heb je nog mensen nodig voor in de werkgroep? Graag. Hoe meer, hoe beter. We zitten hier aan de keukentafel. Die is befaamd en berucht. Dus als je hier aan die keukentafel komt, dan gaat er altijd wat gebeuren. Dus die mensen hebben wij nodig. En waar kan men zich aanmelden? Bij Groep De Mos. @gmail.com. En ach, de Loosduiners weten mij te vinden, hoor. Het huis in het bos. Ze lopen langs. Staat de auto er, dan ben ik er. Dus geen punt. Meteen gaan hullie, als ik geen haar genees, zo zeg.